Ja, NEC beleefde gisteren een bizarre slotfase in toch al een bizarre week. De Nijmegenaren moesten thuis opnemen tegen hekkensluiter FC Volendam. Precies een week na het incident met Bas Dost. De Nijmegenaren kwamen al snel op voorsprong, waarna Volendam weer langs zij kwam. Een rode kaart van Tafsan zorgde ervoor dat de ploeg van een groot deel van de wedstrijd het moest doen met 10 man. FC Volendam scoorde de 1-2, waarna we een bizarre blessuretijd ingaan met 3 doelpunten. In de allerlaatste minuut wist NEC toch nog de 3-3 te maken. Ben je dan tevreden met een punt? Uiteindelijk wanneer je zo laat scoort, kan je wel blij zijn met een punt. Kan je eigenlijk niet echt, maar ja, als je hem zo laat scoort, dan is dat misschien maar even het uiterste. Maar het is wel heel zonde, want we hadden van tevoren natuurlijk al iets anders verwacht. Hoe was de sfeer in de kleedkamer? Was het gevoel bij jullie na de wedstrijd? Nou, wel gewoon trots dat we tot het einde gevochten hebben en toch nog een puntje eruit slepen. Alleen het was niet euforisch of zo. Neem even door de wedstrijd. Hè. Jullie beginnen goed aan de wedstrijd, maken een mooie goal. Lijken op 2-0 te gaan en dan gaat het mis. Waardoor gaat het mis, is jouw inschatting? Nou, ik denk dat we eigenlijk helemaal niet in de problemen kwamen. Alleen 1 voorzet, verdedigen niet goed en hij ligt er weer binnen. En op een gegeven moment de rode kaart, dat maakt de wedstrijd natuurlijk heel wat anders. Het is wel een week geweest, hè, voor jullie. Als je even nadenkt, hè, Dirk, precies een week geleden stap jij met een aanvoerdersband het veld op bij AZ. Kun je nadenken dat het pas 7 dagen geleden is? Ja, nee, we hebben een drukke week gehad, dus veel gebeurd ook. Had je het liever met 3 punten afgesloten, maar uiteindelijk, ik denk dat we wel trots kunnen zijn op hoe die jongens er uiteindelijk mee omgaan. Weet je, je krijgt een domper, je krijgt er 2-1 tegen, je komt terug, weer een domper. En uiteindelijk maak je die 3-3 nog, dus ik denk dat je daar wel trots op mag zijn. Maar